Ja, als het wat minder gaat, dan komen de grijze muizen uit de holletjes en dan gaan ze lopen piepen. Henk van Steen, wat is je eerste reactie op je vertrek bij Sparta? Nou ja, heel vervelend. Ja, zeker na gisterenmorgen het nieuws van Aad Andriessen. Dat wel best wel heel veel impact op mij gehad heeft. Ja, we zitten ook heel vervelend. Maar ja, dan ga je ook weer relativeren. Het is nou inherent aan de voetballerij. Wat is er tegen je gezegd door het bestuur? Nou ja, we hebben gisteren avond een goed gesprek gehad. Dat we elkaar de waarheid vertelden. Over bepaalde zaken denken. En nog steeds denken. En ja, dan kom je tot de conclusie dat wij toch wel een verschil van inzicht hebben in het te voeren beleid. En dat mag. Maar we zijn daarna heel toch vriendelijk uit elkaar gegaan. Ja, heel volwassen. En een bak koffie gedronken, een biertje gedronken. En dan gaat iedereen weer verder. Het is natuurlijk de afgelopen weken is er heel veel verdeeldheid in de club. Dat wordt ook wel gevoed, vind ik zelf. Maar neem niet weg dat de Sparta is belangrijker dan een persoon. Vandaar dat ik ook zeg van ik heb hier 3,5 jaar met waanzinnig veel plezier gewerkt, waarvan we heel veel sportieve successen hebben gehad. Zowel sportief als financieel, wat heel goed voor de club is geweest. Ik wens Sparta het allerbeste. Wat is de kern van het verschil van inzicht? Ja, dat hou ik voor mezelf, Ruud. Kijk, een van de redenen waarom ik dat we besloten hebben dat ik ga stoppen, is nogmaals omdat er te grote verdeeldheid binnen de club heerst. En elk woord wat ik hierover zeg gaat ook weer onrust opleveren. En ik wil juist dat het heel goed gaat met Sparta. En ik heb geen zin om hier de vuile was buiten te hangen. En dat verdient deze club niet. En ook de mensen die keihard achter de schermen werken. Er is de laatste weken natuurlijk al inderdaad, wat jij zegt, genoeg naar buiten gekomen. Ja. Jij wil bijvoorbeeld dat de club wat meer risico neemt daar waar de club dat niet wil. Waarom kon jij niet achter het beleid van bestuur scharen en het doen met de middelen die er waren? Het is allemaal niet zo zoals de pers altijd suggereert. Ja. Er zitten altijd, ik blijf ook zeggen, halve waarheden in. Eenzijdige informatie die totaal niet klopt. Er is de afgelopen weken heel veel gezegd wat totaal niet klopt. Maar dan moet ik me hier weer gaan verdedigen en dan moet ik weer vertellen wat er daadwerkelijk is afgespeeld. En ik weet dat dat jullie werk is, maar daar doe ik niet aan mee. En dan kwam er ook nog het bericht naar buiten van medewerkers binnen de club die zeggen, ja, zoek die club, doorlicht deze club. Ja. Hoe kwam dat bij je binnen? Heel slecht. Het is namelijk, Rijnman heeft dat gesuggereerd. Het leuke is dat ik gisteravond, en dat deed me wel wat, van Nathan Rutjes, Jeroen Rijstijk en nog een aantal mensen van de jeugdopleiding, die waren des duivels. En die zeiden, ja, het komt absoluut van de mensen die hier zijn weggegaan bij Sparta. En wellicht nog van andere zaken. Maar dit deed me wel pijn, omdat ik weet dat het gewoon niet zo is. En ik vond dat persoonlijk zelf, en ik heb een prima relatie met Rijnman, maar ik vond dat een beetje stemmingmakerij. Wat verwijt je jezelf nou? Ik verwijt me wel een paar dingen, natuurlijk. Ik doe niet alles goed. Maar wat ik mij eigenlijk kwalijk neem, ik heb onderschat het succes van verleden jaar, van het afgelopen jaar, dat ik niet had verwacht dat het zoveel impact op de groep zou hebben. In die zin dat spelers benaderd zouden worden. En niet 1-2, maar 6-7 spelers werden benaderd. Waardoor de focus ergens anders lag dan op het voetbalgebied. En daarnaast wat ik mezelf kwalijk neem is dat ik misschien vooraf al, omdat ik weet hoe Henk Vrees in elkaar steekt, vooraf al misschien meer druk had moeten leggen van we moeten echt gaan doen, want anders zijn wij een degradatiekandidaat. Ja? En dat Henk Vrees en ik wisten dit al van tevoren, dat dit zou gaan gebeuren. En ja, helaas hebben we gelijk gekregen, als vind ik nog steeds, dat we met deze groep niet minder zijn dan RKC, Fortuna, Zwolle, etc. Maar het zal vechten worden. En ik hoop door mijn vertrek dat het rustig wordt. En dat het niet doorcijpelt naar de spelersgroep. Dat het ook goed is voor de club dat er daar rust en duidelijkheid is. Vandaar dat ik ben maar een werknemer. En Sparta is groter dan elke werknemer. Dus doe ik een stapje terug. Na de goede transferzomer in 20 viel die in 21 tegen. Daar heb je ook zelf de hand voor in eigen boezem gestoken.
Dat was Syrië. Waarom ben je daarna toch in de media een beetje gaan wijzen naar anderen? He, over de commerciële afdeling, dat soort zaken. Dat is ook verkeerd gevallen. Zo eerlijk moeten we zijn. Dat is verkeerd gevallen. Maar niemand, ik heb dat eenmaal gezegd. Ja, over de jeugdopleiding is het algemeen bekend. Ja. Wellicht heb ik te lang in het buitenland gewerkt. Dat daar dingen naar buiten komen is, je moet presteren. En ik heb nooit gezegd dat de huidige mensen die doen niet de best doen. Ik kan echt zeggen dat alle mensen binnen Sparta doen uitstekend werk en doen verschrikkelijk de best. Maar op een gegeven moment kan je ook bij je afvragen van, is dit het max van Sparta? En ik bedoel ermee te zeggen, zonder mensen te disqualificeren, als wij als Sparta, ik praat nog steeds over wij, als Sparta vooruit willen, zullen we ergens geld van moeten genereren. Ja, en dat kan door transfersommen zijn, dat kan door seizoenkaarthouders zijn, dat kan door commercie zijn. Ja, en misschien is dat wel ons max. En als dat is ons max is bij Sparta, dat betekent dat we altijd onderkant Eredivisie spelen of top Eerste Divisie. Ja, als je stappen wil maken, want eens ben je aan de beurt. En dat bedoelde ik ermee te zeggen. En het was geen disqualificatie aan de commercie, want die mensen doen uitstekend werk. Heb je spijt van wat je allemaal hebt gezegd? Nou, niet allemaal wat ik gezegd heb. Het is iedere keer overgenomen. Het is iedere keer steeds ruimer. Maar ik ben hier gekomen 3,5 jaar geleden om iets teweeg te brengen. Door die visieuze cirkel heen te komen. Nou, dat is me grotendeels geluk. En nu de laatste maanden, zo werkt het in de voetballerij. Ja, als het wat minder gaat, dan komen de grijze muizen uit de holletjes. En dan gaan ze lopen piepen. En dat is nu het geval bij Sparta. En dat is ja, nogmaals, dat is inherent aan de voetballerij. En dan moeten er keuzes gemaakt worden. En bedoel je daar dan mee de algemeen directeur Manfred Laros? Want daar spitste het conflict zich op het laatst wel toe tussen Van Steen en Laros. Nou, we hebben een andere karakter. Ja? En hij praat vanuit zijn invalshoek en ik praat vanuit mijn invalshoek. Ja? Wij moeten, en dat raad ik ook de hoofdtrainer, maar wij moeten vandaag presteren. Ja? En wij weten wat Sparta nodig heeft om in ieder geval een stabiele Eredivisieclub te zijn. En dat is best wel pijnlijk als je heel erg ambitieus bent. En dat ben ik. Ja, nog steeds. Ja, dat je dan niet voor elkaar krijgt wat je eigenlijk voor ogen hebt. Jij verwijt dat de club te weinig risico neemt. Had je je toch niet gewoon beter gewoon kunnen conformeren? Want de club is zoals hij is. En gewoon nou, kunnen gaan werken met de middelen die er zijn. Ik wilde... Ja, de middelen die er zijn, daar heeft iedereen een andere mening over. Ja? Dat heeft iedereen een andere mening over. Het conformeren is gewoon dus tevreden zijn hoe het nu gaat. En ik vind dat wij allemaal op ons tenen moeten lopen. Of het nou de hoofdtrainer is, de technisch directeur is, de commercie is, de support of de media. Allemaal op ons tenen, maar iedereen moet daar zijn stinkende best in doen. En dat is wel het geval. En als dat niet voldoende is, is dat niet voldoende. Maar het viel hier verkeerd dat jij in de media transferbedragen noemde die het bestuur zeg maar anders. Het misschien wel verschil bruto netto, maar het lag wel anders. Ja, maar Ruud, dat deed jij zelf ook toen jij, dat ik in de uitzending zat, dat jij, dan kwam het goed uit, dan zijn het de bruto bedragen. En op een ander moment zijn het weer de netto bedragen. Het is maar hoe je het zelf wil zien. En het is waar kant je heen wil gaan. Als dat de goede journalistiek is, prima. Ja. Maar de waarheid ligt altijd ergens in het midden. Gaat Henk Vreese met jou mee naar buiten? Nou, dat moet je aan Henk Vreese vragen. Dat is niet aan mij. Ik heb met Henk Vreese, hadden wij een plan, en misschien nog steeds, om Sparta een Eredivisieclub te maken, een stabiele Eredivisieclub te maken. Dat is 3,5 jaar uitstekend geluk, ja, sportief gezien en financieel gezien. En het is nu aan Henk zelf te bepalen wat hij gaat doen. Ik hoop voor Sparta dat hij blijft, omdat ik vind dat je dat Henk Vreese waanzinnig goed werk heeft geleverd. En dat hij met deze groep absoluut in de Eredivisie blijft. Want er zullen best nog wel wat aankopen komen in de winterbreak. Ja, je gaat je dossier overdragen aan je opvolger? Ja, nou, niet aan mijn opvolger. We hebben een uitstekende scouting. Ja, en die weten al die namen al. Henk Vreese weet al die namen al van spelers die willen komen. En dan is het aan Henk Vreese. Hiervoor was het aan Vreese en mij om te bepalen wie er komt. We zijn altijd gezamenlijk ermee eens of niet eens. En nu er zit een lijst met spelers die graag naar Sparta willen komen. En die is aan Henk Vreese om te bepalen of hij ze wil hebben. Ja? En het is altijd wel moeilijk in de winterperiode spelers staan. Tot slot,
Vorige week is de bom gebarsten. Je bent naar huis gegaan, je hebt je ziek gemeld. Achteraf gezien, had je niet beter kunnen blijven praten en kunnen blijven proberen te lijmen? Er zijn daar dingen gebeurd die ik hier niet voor de camera ga zeggen. Ja. En het is ook weer, er wordt weer van alles bijgehaald. Het gehele bestuur hebben daarbij gezeten. Nou, dat is absoluut onzin. Ja. Er is helemaal geen bestuursgroep bijgezeten. Er zijn iets gebeurd en op het moment als het niet gelekt had geweest naar de media, ja, dan ook, misschien had er dan niets aan de hand geweest. En het hangt allemaal af van toevalligheden. Ja. En ik was boos. Ik was teleurgesteld, maar dat ben ik wel vaker. Ja? En dat is inherent aan Sparta. Ja? En dat moet ook zo. Je moet scherp blijven, je moet vooruit willen. Maar elke Spartaan moet weten dat ik, en niet alleen ik, ook alle andere medewerkers, 7 dagen in de week zijn om Sparta op een hoger niveau te brengen. Ja, soms lukt dat wel, soms lukt dat niet. En 3,5 jaar is het hartstikke goed gelukt. En de laatste 4 maanden niet. En dan weet je hoe de voetballerij in elkaar steekt. Dus niks nieuws. En wie is nou de hoofdschuldige in dit verhaal? Rijnmond. Nee, een grapje. Nee, want er is geen het is geen hoofdschuldige in het hele verhaal, Ruud. Het is, ik wil alleen voorkomen dat de verdeeldheid binnen de club ophoudt. En ik zal absoluut met modder gooien. En dat doet Sparta denk ik ook niet. Er is ook geen reden voor. Laat alsjeblieft de rust terugkeren bij Sparta. En Sparta weer vooruit kan. Maar nu wek je de indruk dat je zelf bent opgestapt. We hebben een goed gesprek gehad. Ja, laat ik het daar maar op houden.